Maar kan twee kanten op gaan dan, hè? Eén is dat hij leert en niet meer doet. Anders dat hij misschien juist nog feller wordt. Ja. Ligt aan hoe die klikt, hè? Kijk, als een hond is die onderworpen is, dan zal hij snel ervan leren. Maar als een hond is die heel dominant is, zal hij waarschijnlijk harder er tegenaan gaan. Omdat hij niet nog een keer op de grond wil komen. Hij heeft al een paar keer een ding en dan een teefje gehad. Ja, maar teefjes zijn is heel anders, hè? En toen was het van snap. En nou, de volgende hond benaderde die ook heel rustig. Ja. Mijn vorige hond was ook heel dominant, maar Teve mocht hem helemaal kapot trekken, deed hij niks terug, pups ook niet. Maar hij leerde er niks van hoor. Teve, daar pikken ze bijna alles van, reuien vaak. Ja. Kijk hem redden. Kijk, ja. Ze duiken wel de kop zo hoog achteruit, van wat moet ik doen? Sam? Ja, goed zo! Ja, hij is een beetje de stille kracht, hè jij, hè? Nou, ze zijn allemaal lief. Allemaal zwarte hondjes bij elkaar. Hey, jongen. Ja, fijn. Leuk, hè? Hey, jongen. Hey, Thijssen. Wat zeg je? Vuur dat hij niet was weg? Hoe wat verschrikkelijk. Helemaal nu een pilot. Maar vanavond heeft hij toch een mooie pilot. Dat is heel erg gevonden. Dat is agrastig. Speelt hij nou leuk.